En de feest dus 6 dagen. Ja. Dat proberen we ook voor iedere labels te bieden. Dus bijvoorbeeld ook voor senioren, maar ook voor de kleintjes van de basisschool. Mm-hmm. En dan beide zaterdagen hebben we dan echt een avond waar we vanuit het commerciële geld verdienen. Zeg maar. Ja. Want het is belangrijk voor ons omdat we geen spendingmeester, maar we verdienen het geld ook mede voor de gemeenschap. Dus, een deel van de winst die we draaien, die keren we ook weer uit aan verenigingen initiatieven in het dorp. Zoals bijvoorbeeld vroeger deze sporthal is opgebouwd met een deel van het geld dat bij de zomerfeest is opgebracht. Dus, mooi. Ja, dat zijn mooie initiatieven. Verkopen gaat het drank eten, wat soort dingen? Ja. Entree. Ja, entree. Theater. Ja. Kermis. Ja. En mooi is dat we dus met die subsidies die we dan uitkeren ook aan verenigingen, daar vragen we eigenlijk van terug van vrijwilligers. Lever dan ook alsjeblieft een aantal mensen die kunnen helpen bij bijvoorbeeld de opbouw van het feest. Omdat op die manier we de kosten ook redelijk kunnen drukken. Ja. Misschien heeft u wel meegekregen, het festivalwereld heeft sowieso best wel moeilijk qua inflatie en kosten. Wij denken wel dat vanaf de natuur is gigantisch omhoog gegaan. Nou, artiesten zijn hartstikke duur. Maar wij als zomerfeest, omdat wij een opzet hebben waarbij we dus met veel vrijwilligers werken en het bedrijfsleven wat achter ons staat, dat maakt wel dat we een levensvatbaar feest hebben, denken we. Want dat is ook wel zo in de gemeenschap hier. Nou, dan kunnen we wel zeggen dat we heel blij zijn dat we ook echt bedrijven achter ons staan. Dus mensen op onze sponsoren. Wanneer gaat u zo meteen gaan spreken? Ja, precies. Dus dat is wel echt de kracht van ook ons feest in het dorp. Mm-hmm. Waardoor we dus elk jaar een mooi feest kunnen maken. Ja. Kunnen we wat beelden laten zien? Ja, graag. Misschien kan Leo van het drukken. Zeker. Dus we moeten niet voor gaan staan, Nou, dit is eigenlijk waar het begint. Ja, dus, maar het is altijd dezelfde plek, of niet? Ja, het is altijd dezelfde plek. En dit is eigenlijk de weide. Het is hier in het dorp, ook midden in het dorp. Lopen normaal te schapen, zoals u ziet. Ja. En dan wordt het omgebouwd in een paar weken tot dit. Mm-hmm. Met een groot buitenpodium. We bieden voor de bezoekers ongeveer 6 verschillende podia aan. Dus ook verschillende muziekthema's, cultuur, wat Gijs ook al zei. En het is deels overdekt en deels dus zoals u ziet ook buiten. Mm-hmm. En we hebben even wat sfeerbeelden voor u. Er staan zo'n 3000 man voor het podium. Ja. Dit is ons nieuwe podium. En het bouwen dus je eigen podium. Ja. Ja. Okay. Ik heb ook zelf, of eigenlijk niet zelf gemaakt, maar wel onze dorpsgenoten. Ja, dus een beetje handig zijn. Dus we kunnen ook opstaan, dus ja. We hebben best wel wat ruimte voor nodig. Jazeker. Dus we hebben ook een loods op de plek. En daar kunnen we het spul ook. Die loods is dus ook samengebouwd met de ondernemer. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Ja. En dit is onze tent.